woontransport is voornamelijk gespecialiseerd in het vervoer van agrarische producten. En daarin voornamelijk aardappelen, wortelen, uien. Het merendeel van de vloot bestaat ook uit onderlostrailers waarmee we door heel Noord-Europa onze goederen afleveren. Onze grootvader heeft dit bedrijf eind jaren 40 opgericht. Hij had drie zoons, die zijn daar later in verder gegaan, alle drie. Hans en ik zijn inmiddels de derde generatie die dit bedrijf leidt. Ons huidige aantal auto's bestaat tegenwoordig uit 28 auto's, waarvan 18 V8 auto's. We vinden het zelf leuk. We hebben zelf ook altijd V8 gereden. We vinden het een soort bepaalde uitstraling hebben. Dus ja, daarom kiezen wij op het ogenblik voor de Scania V8. Bij de aanschaf van de laatste vier trucks hebben wij besloten een Scania drijventraining erin te doen. Die kan opgenomen worden in de code 95. De chauffeurs zijn toch een verlengstukje van je bedrijf. En we zijn al enorm te spreken over het verbruik van de voertuigen. Maar door de chauffeurs een stukje bewuster te maken over hoe om te gaan met deze nieuwe technologie, hopen we dat dat ook bijdraagt in het economische rijden. Het kan morgen met een lichtere auto als vader dan een ander persoon. Dat is niet vastgesteld, dat is dat punt. Ja. En de resultaat, dat is ineens een berekening van gewicht en alles. Ja. Als je die gegevens levert. Moet je overdag met de richting aanrijden? Ja, ja, dat hoeft niet, maar het is hier wel veiliger. Jawel. Jij moet overdag met de verlichting aanrijden. Oké. Okay. Maar welke verlichting moet je overdag aan? Gewoon dit licht? Nee. Kom even naar de voorkant. De dagrijverlichting. Juist! Ja, ja, ja. En bij dagrijverlichting bedoelen we niet die extra lampen die erom zitten? Nee, maar die witte, ja. Met dagrijverlichting bedoelen we ja. Dat strookje. Ja. Dat is goed. Dan doe je. Oké. Of? Ja, goed. We hebben vandaag een Scania training gedaan. Een training die bij de koop van de auto in zit. Je kunt de training afnemen als klant. De chauffeur van het voertuig, of dat nou de eigenaar wordt of niet, maar de chauffeur van het voertuig zou de training ook eigenlijk moeten volgen om de wetenschap te krijgen van hoe zijn auto werkt, hoe zijn auto gebruikt moet worden, om een optimaal resultaat te halen. En het rendement van de auto zo hoog mogelijk te maken. En uiteindelijk is de chauffeur blij, want hij kent zijn auto op de goede manier. De drijventraining kan gecertificeerd worden voor code 95, kan als 1-op-1 training, kan in klassikaal verband. Er zijn genoeg mogelijkheden om de training in te richten. Prima, bedankt. Nou, vandaag tijdens de training was gewoon ja, echt een leuke, leerzame dag. Ja. Johan, bedankt.